Wij draaien er niet omheen. Grootnieuwsradio. Dit is Backstage met Hans van Vuren. Maak kennis met nieuwe songs, krijg een kijkje achter de schermen van de muziekindustrie en hoor de gedachten en avonturen van muzikanten. Dit is Backstage met Hans van Vuren. Een hele goede middag en welkom bij deze speciale thema-uitzending over dancemuziek. Al sinds Two Unlimited, Teaspoon en Two Brothers on the Fourth Floor de dancemuziek over de hele wereld verspreiden, is er binnen de kerkmuren discussie over dancemuziek en houseparties. En dan niet per se... Dat werd niet per se minder toen Tiësto en Armin van Buuren het naar een nog hoger level brachten. Christelijke dance acts als Worldwide, Message Stripe, MIC en Reland hebben met name in de jaren 90 nog wel een bepaalde goodwill voor de muziekstijl gekweekt. Maar hoe staat het ermee anno 2013? Vandaag praat ik erover met DJ Rob van Rossum, DJ Noacha en DJ Flubble. Vandaag zal het allemaal ietsje anders klinken dan je in Backstage gewend bent. Waar we normaal op zoek gaan naar de diversiteit binnen de gospelmuziek, richten we ons vandaag in het bijzonder even op één specifieke muziekstijl. In het kader van de Week van de Nederlandse Muziek hebben we een aantal speciale thema muziekuitzendingen. Donderdag hebben we het met 4 dirigenten over gewijde muziek. Woensdag spreek ik met 3 muzikanten over de kracht van instrumentale muziek. Morgen komen er 3 hip-hop acts vertellen over hun motivatie om in die muziekstijl actief te zijn. En vandaag zetten we de schijnwerper even op dancemuziek. En natuurlijk gaan we niet alleen over praten, we laten er ook wat van horen. Ongetwijfeld herken je deze melodie. Dit is Jesus Is Our Hope in de dance-uitvoering van DJ Flubble. I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will take me into glory. Je had de melodie natuurlijk al lang herkend als opwekkinglied 618, maar dan net even anders. Jezus, hoop van de volken, of zoals die in het Engels heet, Jesus Our Hope. Een lied van DJ Flubble en hij is hier ook te gast. In het dagelijks leven gaat hij door het leven als Jeroen. Jeroen, hele goede middag. Yes, goedemiddag. Dit is, deze komt bij jou vandaan, hè? Ja, dat klopt. Ja, je mag je microfoon iets dichterbij trekken, yes. Want dan hoor ik je nog net even wat beter. En vooral de mensen thuis. Die overigens, zal ik er gelijk even bij zeggen. Als je vragen hebt of je wil meedenken of je wil meereageren, dan moet je dat vooral doen via grootnieuwsradio.nl/backstage. Jeroen is hier, DJ Flubble, dus als artiestennaam. Naast hem zit Matthijs Duim. Matthijs, hele goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent DJ Noacha en weer naast jou zit Rob van Rossum. En die heet... Rob van Rossum. Rob, laten we daar nou toch eens even mee beginnen. Waarom heb jij geen artiestennaam? Nou, mijn eigen naam klonk eigenlijk al goed. En ik ben al van de wat oudere generatie. Ja, ja, ja. Dat nog niet echt hoefde. Nee. Dus zo is het gekomen. Ja. Hey Jeroen, ik ga even terug naar jou. Ik probeer ondertussen die airco uit te krijgen. Want je hoort hem via de zender mee. En dat is leuk. Laten wij het maar gewoon lekker zweten. Maar Jeroen, hoe ben jij met dancemuziek in aanraking gekomen? Nou, het is eigenlijk al best een tijd geleden dat ik op een feest was. En na dat feest raakte ik in discussie met een organisatie die christelijk van invloed is. Mm-hmm. En dat was best wel een heftige discussie en ik schrok daar wel van.
En nou, toen dacht ik ook zoiets van, ja, maar om dan gelijk alle muziek op één hoop te gooien. Ik dacht van, nou, er is ook vast wel positieve muziek. En uiteindelijk dacht ik van, er is dan nog niet zoveel christelijke positieve dance muziek. Maar nee. Toen dacht ik, nou, laat ik zelf maar wat platen in elkaar gaan zetten. Oké, en waar ging die discussie over? Nou, degene die ik daarover sprak, die was er vrij, vrij helder in. Of in ieder geval had hij een vrij sterke mening dat alle dance slecht zou zijn. Zelfs van de duivel zou komen. Terwijl ik zoiets had van, ja, het is gewoon een muziekstijl, net als velen. Klassieke muziek is ook een stijl. En nou ja, ik denk dat in iedere stijl iets goeds kan zitten, maar, ja, en ook iets slechts. Oké, maar even kijken. Die discussie die gaan we natuurlijk even benoemen, ook in deze uitzending. Zeker dat stereotype beeld. Dancemuziek is van de duivel. Daar wil ik vooral ook een tweede uur eens even stevig induiken. Maar als ik jou goed hoor, dan zeg jij, iemand waarschuwde mij voor dancemuziek en dat was voor mij een reden om daar eens even stevig in te duiken. Ja, om juist ook een soort tegenreactie te geven. En door juist een christelijke dancenummers te maken. En daarmee ook toch een beetje een brug te slaan van, nou, de christenen aan de ene kant en de seculiere mensen aan de andere kant. Oké, hoe werkte dat bij jou, Matthijs? Ja, ik denk weer net iets anders. Ik vind een heleboel verschillende muzieksoorten leuk. Mm-hmm. En ik denk toen ik een jaar of 14, 15 was, toen zag ik, het was een beetje ook toen Chesto bekend werd. Ja. En ik vond die muziek eigenlijk wel heel leuk. En dat plaatjes draaien, dat vond ik ook wel interessant. En ik maakte ook al wel muziek, tenminste ik speel trompet. En dat muziek maken, dat trok mij wel. Mm-hmm. En dat... de hele combinatie, dat platen draaien en de muziekstijl. En toen ben ik daar eigenlijk steeds meer muziek in gaan zoeken en gaan luisteren. Ja, wie was degene die jou met dance muziek in contact bracht? Of is dat gewoon via de radio gekomen? Nee, niet via de radio. Want dat was wel... Het was op zich wel een grote stroming. Maar nog niet dat je het net als vandaag dagelijks op de radio hoorde. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel een beetje via internet was. Muziek luisteren, de DJ-sets die je dan terug kon luisteren. Ja, en was er dan een bepaalde DJ die jij heel geweldig vond? Ik vond toen met name Chesto heel goed. Ja, oké, en dat is een beetje zo gebleven? Nee, Chesto is qua stijl ook weer veranderd. En ik niet, dus we zijn uit elkaar gegroeid. Ja. Hey, Rob, jij komt uit de tijd dat de DJ's nog geen artiestennaam moesten hebben. Dat is al even geleden. Was dat de tijd voor de dancemuziek? Ja, zeker. Ja, ik heb echt de eerste zomer van dance meegemaakt. En daar was ik DJ in Spanje. Dus toen was ik nog geen christen. Nee. Dus ik heb absoluut het begin van house meegemaakt. Wanneer hebben we het dan over? 90, hè? 89, 90. Summer of Love noemden ze dat toen nog. Toen was het ook wat meer acid. Nee, ik zal niet technisch gaan worden, maar dat was nog niet zoals we de house nu kennen. Het is natuurlijk helemaal ontwikkeld en geëvolueerd. Ja. Nou, laten we toch even daar naartoe gaan. Want daar komen we natuurlijk toch uit. Het komt ergens vandaan. Nou, ja. Ik herinner me ook acid als een van de eerste dingen. Ik herinner me ook dat ik dat voor het eerst hoorde. En dat ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat iemand hier geld voor wil betalen. Toch had ik klasgenoten die dat deden. Ja. Jij hebt die zomer meegemaakt. Mm-hmm. Wat was dat? Dat opeens een generatie dacht, ja, dit is wat wij willen gaan luisteren. Nou, het is al een beetje daarvoor ook begonnen. Want je had in die tijd hadden we nog platen, voor de mensen die dat nog weten. En dan had je een voor- en een achterkant. En daarvoor was het eigenlijk, dan noemen ze dat heel veel dub-versies. Daar had je dus van een plaat waar een zanger of een zangeres of een groep op zong, had je op de achterkant een instrumentale of een semi-instrumentale, waar dan alleen een refreintje in terugkwam. Wat we nu eigenlijk ook vaak in dance of house meemaken. Dat je niet de hele coupletten hebt, maar misschien alleen een refreintje of een bepaalde kreet of iets. Mm-hmm. En daar waren al feesten mee. Die mensen die dat heel erg leuk vonden, was natuurlijk nog heel erg klein. Maar zo is het een beetje ontstaan. En ik denk dat het is vanuit de jongere cultuur opgekomen, zoals eigenlijk, ik denk bijna iedere muziekstroming door jongeren als eerste omarmd wordt. Ja. Maar het was zeker in het begin niet heel populair, want dat was iets totaal nieuws. En dan krijg je altijd tegenstand, zoals we dat nu nog steeds ondervinden met dance. Dat is altijd heel eng, maar zo is het ook met het kerkelijk orgel gegaan. Dus ik heb goede hoop. Ja, nou zeg jij, kijk, jij draaide platen van anderen. Ik hoor zowel Jeroen als Matthijs zeggen van, wij wilden dat ook maken. Jij bent ook een DJ, maar ben jij iemand die
plaatjes draait of ook muziek maakt. We komen straks nog op de vraag van hoe wordt dancemuziek eigenlijk gemaakt? Maar om jou even te plaatsen, ben jij een plaatjesdraaier of een muziekmaker? Ik ben meer een plaatjesdraaier en ik doe het nu zeg maar in co. Want de mannen die naast me zitten, die werken zeg maar met software. Mm-hmm. En ik weet dat ik een goede aanvulling kan geven, omdat ik weet wat op de dansvloer werkt. Middels mijn vele jaren ervaring, zei de oude man. Maar dus ik ben daar wel heel mee. Maar om nu nog in de software helemaal te duiken, dat doet mijn zoon. Ja. Dus later kan paps en zoon daar samen aan werken. Dus ik doe co-producties, zeg maar. Oké. Okay. Jeroen, jij had het verlangen om dancemuziek te gaan maken, om positieve inbreng te hebben. Wat waren de eerste artiesten waar jij je in verdiepte om dat te bestuderen? Nou, toen ik begon, echt helemaal aan het begin, toen was nog de echte oude hardcore house was toen in. Mm-hmm. En dus het was echt zeg maar de allerheftigste house die er zo'n beetje is. En nou, wat ik vooral merkte is waar ik me niet in wou gaan verdiepen. Eigenlijk stond dat vaak voorop. Omdat er heel veel toch negatieve nummers daar te vinden zijn. Terwijl ik juist iets positiefs probeerde te maken. En de eerste remix die ik gemaakt had was Awesome God van Rich Mullins inderdaad. Ja. Die heb ik toen geremixed. En ik merkte wel dat het, omdat het echt een nieuw genre daardoor ook gelijk was, dat ook best wel leuk verspreid zou over internet. Oké. Okay. Was jij ook iemand die dan gelijk op feesten ging draaien? Of was het meer jij op je zolderkamertje? Nee, dat was inderdaad meer ik op mijn zolderkamertje. Hoewel het leuke van internet is dat je heel makkelijk wereldwijd natuurlijk mensen kan bereiken. Maar het echte draaien, dat ben ik pas later een beetje langzaam gaan oppakken. Maar dat deed ik toen nog helemaal niet. Nee. We komen straks nog even verderop in het programma op de vraag van wat maakt muziek nou christelijk? Maar Matthijs, als jij Jeroen nou zo hoort praten, herken je dat dan? Dat je iets positiefs met je muziek wilde doen? Of was het voor jou in eerste instantie, wat Chesto doet, dat zou ik ook wel willen doen? Nou, het is inderdaad in eerste instantie begonnen dat ik de muziek leuk vond. En ik wilde graag muziek maken. Mm-hmm. En inderdaad dan de tweede vraag die erbij kwam kijken was van maar hoe wil je dat doen? Heel veel trendsmuziek gaat over zoeken naar liefde of verloren liefde, liefdesverdriet. Terwijl er zijn weinig antwoorden in de muziek, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk in die zin dat ik toen ook wel zoiets had van er kan inderdaad ook wel wat positievere boodschap in die muziek gelegd worden. Ja. Was je ook christen in die tijd? Ja. Oké, okay, dan ken je de discussie die eromheen gaat ongetwijfeld ook. Ja, zeker. Ja, ik was ook nog niet zo heel oud toen. Dus 14, 15. En ik was ook een beetje de enige die muziek leuk vond qua stijl. Mm. Dus ik was ook nog altijd een beetje in de veronderstelling van ik vertrouwde het niet helemaal. Ik dacht van als je dan helemaal vol voor het geloof gaat, dan ga je naar Hillsong en Michael W. Smith luisteren. Een beetje omdat het... de enige manier waarop ik ermee in aanraking kwam was omdat ik het zelf leuk vond en de mensen om mij heen vonden andere dingen leuk. Ja. Oké, okay, laten we even naar een lied van jou luisteren. Ik heb hier The Majestic. Waar gaat dat over? Dat is een goede vraag. Nee, ik heb eigenlijk voor The Edge, op de vorige editie heb ik een nummer gezet wat al uitgebracht was. Mm-hmm. En voor deel 2 leek me juist leuk om een nummer te gaan maken. Ja, voor die cd en niet wat al eerder uit was gekomen. Ja. En het, wat je in het nummer ook hoort, het voelt een beetje groots aan. En dat is een beetje de sfeer die ik wilde neerzetten. Ook omdat dat, als ik het zelf wil draaien, dat goed in een DJ-set past. Ja, maar heeft het gelijk met God te maken? Wij christenen denken bij majestueus gelijk aan God. Anderen die denken aan een grote film of iets. Ja, dat is wel het onderliggende gevoel, zeg maar, wat je in de muziek en ook in het stukje de vocalen die erin voorkomen. Mm-hmm. En ik denk dat zeker ook met die trendsmuziek, dat je dat inderdaad heel mooi weer kunt geven door middel van alle strings en violen, cello's. En ook heel veel orkestgeluiden probeer ik heel veel in de muziek te verwerken. Ja. En op die manier kan je dat inderdaad heel mooi verwoorden in muziek. We gaan het horen. Dit is The Majestic.
Zoals ik al zei, ondertussen staat de vragen hartstikke vrij. Misschien wil je iets tegen deze jongens zeggen. Misschien wil je iets aan de jongens vragen. Ze zijn hier nog ruim een uur, dus ga je gaan. Via grootnieuwsradio.nl/backstage. It is much worse. A person may end up believing in anything. You know, if that human acceptance does so much for you and me, think of what it is when God Himself puts His arms around you and says, "Welcome home." What love is this? It is God's love. God's love. And no other love can be defined. Geluisterd naar Noacha en zijn nummer heet The Majestic. We hebben het vandaag over dancemuziek in Backstage. Ondertussen had ik de airco weer aangezet en je hoort hem. Oké, maar goed. Die gaan we uitkrijgen in de komende minuten. Te gast vandaag zijn DJ Flubbel, ook wel bekend als Jeroen. DJ Noacha, dat is Matthijs. En Rob van Rossen. Met z'n drieën praten wij vandaag over dancemuziek. Want er is ook binnen christelijke kringen is daar allerlei ontwikkeling over. En daar gaan we vandaag over spreken. In de tweede uur komen we bij allerlei stereotyperingen bij dancemuziek en house parties. Maar nou, Matthijs, ik ga toch even terug naar jou. Want je had het net al over geluiden en strings en cello's en violen. Maar zou jij in een paar regels kunnen uitleggen hoe dat nou eigenlijk. Hoe wordt dancemuziek eigenlijk gemaakt? Ik zal proberen zonder het al te technisch te maken. Maar in principe. Tenminste, zoals ik werk, heb ik een soort orkest in mijn computer zitten. Ik werk vanuit Cubase, dan een muziekprogramma. En dat is eigenlijk een programma waarin ik allerlei instrumenten verzamel om daar op te nemen. En dat varieert van allemaal violen, cello's, piano's tot synthesizers en ook alle beats en dergelijke. Mm-hmm. Maar maak je zelf ook beats of gebruik je allemaal dingen die al bestaan? Beide. Want ik ga heel vaak in eerste instantie met de muziek zelf aan de slag. En dan pak ik een beat of een loopje om even snel om het werkbaar te maken, om een idee te krijgen. Mm-hmm. En heel vaak ga je dan later weer met die beat zelf sleutelen ook. Maar soms dan klinkt het al zo goed. Dan heb je per ongeluk een goed loopje te pakken met wat drumgeluiden. En dan laat je hem staan. Maar wat is sleutelen aan een beat? Wat doe je dan? Kun je een geluid zomaar veranderen of zo? Ja, je kunt en de geluiden veranderen. En ook het is een beetje proberen het juiste ritme bij de muziek te vinden. Mm-hmm. Dat de drumgeluiden die je gebruikt, dat het je muziek ondersteunt en niet elkaar in de weg zit. En dat er niet ritmes helemaal door elkaar lopen. Nee. Maar je zei net zelf van, joh, ik heb ook trompet gespeeld. Heeft dat nog op de een of andere manier, komt dat nog terug? De trompet zelf niet. Maar het scheelt wel dat je al wel wat muziektheorie kent en kan noten lezen. En dat je weet een beetje hoe muziek in elkaar zit. Dus dat scheelt wel met het muziek produceren ook. Dat je makkelijker als je een bepaald gevoel erin wil leggen. Dat je weet welke noten erbij horen. En als iets niet klopt, welke hoek je moet zoeken om dat weer op te gaan lossen. Ja, Jeroen, ik zie jou heftig knikken. Jij herkent dit helemaal? Ja, zeker. Ik heb nooit iets van een echt instrument met muziek gedaan, behalve drums. Mm-hmm. Maar ja, het leuke van juist die software is dat je toch eigenlijk alle instrumenten die je kan bedenken, kan je wel importeren. En door de computer dan te gebruiken, kan je dus wel alle melodieën uiteindelijk weer laten klinken. Mm-hmm. En het leuke is dat er gewoon heel veel mogelijk is daardoor. Ja.
mensen die wat minder in de dancemuziek thuis zijn, zullen zeggen, alles lijkt op elkaar. Hoe zien jullie dat? Hoor jij, kun jij aan een bepaalde beat horen, bijvoorbeeld al wie de uitvoerende artiest is die daarachter zit? Ja, ik denk dat heel veel artiesten hun eigen stijl proberen te maken. En daardoor ook herkenbaar zijn. Het kan heel erg variëren. Sommige mensen, qua snelheid kun je natuurlijk variëren. Qua de beat, hoe sterk die is. Het type beat. Op allerlei manieren kan je zo een eigen stijl ontwikkelen. En inderdaad, keuze van instrumenten. En wat ik ook heel belangrijk vind, uiteindelijk de keuze van de teksten die voorbij komen. Ja. Rob, jij bent vooral een plaatjesdraaier, maar bij die keuze van beats, in hoeverre moet je daar publiek bij bedenken? Werkt bijvoorbeeld de ene soort beat beter bij publiek dan andere? Ja, want je hebt ook nog heel veel kleuring ook in de muziek en ook heel veel stemmingen. Dus als je bijvoorbeeld ook gaat mixen, dus de ene plaat in de andere over laat gaan, dan heb je ook een bepaalde, ja, hoe zou je dat even makkelijk, een bepaald gevoel bij een muziekje. Dat geeft een bepaalde, wat je dan energie noemt. Ja. En in je set probeer je dat natuurlijk opbouwend te maken, zodat je mensen meeneemt. Het is in feite hetzelfde wat een aanbiddingsleider in de kerk doet. Die begint ook ergens en die neemt mensen mee daarin. Nou, dat doe je ook met de muziek. Dus je denkt heel erg in toonsoorten, in beats, in snelheid. Hè? Mm-hmm. Je merkt ook met de tijd zijn we sneller gaan dansen. Toen ik zeg maar jong was, zeg maar, in Spanje draaide, was 120 beats per minute echt supersnel. En dan lag het meer rond de 112 beats per minute. Nou, dat is nu bijna een ballad, om maar even te vergelijken. Nu zitten we, gemiddeld wordt het eigenlijk altijd rond de 128 beats. En daarboven heb je nog wel weer snellere muziekstijlen. Maar ik denk dat iedereen zo rond de 128, 130, behalve als je dus inderdaad naar de hardcore gaat, die gaat dan vele malen sneller. Dan zit je op 150, 160 misschien zelfs. Ja. Maar nu gemiddeld, zeg maar, als mensen gaan dansen, dan kom je met 110 of 112 beats per minute niet meer weg. Want dan wordt er niet meer gedanst eigenlijk. Nee. En je hebt een metertje op je apparatuur waarop staat hoe snel die zit? Ja, dat is steeds nauwkeuriger geworden. Het is natuurlijk nu allemaal digitaal geworden, dus je kan exact uitlezen waar je vroeger het nog thuis braaf moest tellen. Want het gaat om beats per minute, dus hoe vaak de beat in één minuut voorkomt. Dus dan zat ik vroeger thuis echt te tellen en dan had ik stickertjes en dan schreef ik op 112 beats per minute. En dan heb je tot 112 geteld in een minuut? Juist. Ja, kan je nu niet meer voorstellen, maar zo was dat wel. Ja, het is maar goed dat het toen niet zo snel ging, want zo snel kan je maar niet tellen, joh. Jawel, je kan het wel tellen. Je kan het, nee, dat lukt wel. En natuurlijk, het was nooit helemaal accuraat, want in die 100, van 120 naar 121, daar zitten ook allemaal weer stapjes in. Dus het is, en dat is echt tussen 120 en 121, dat hoor je in een paar beats, loopt dat al uit elkaar. Dus dat moest je dan ook altijd nog bijsturen. Nou, dat is nu allemaal, kan je dat elektronisch gelijk zetten, dus dat is allemaal geen moeite meer. Ja, kom je wel eens beats tegen waarvan je zegt, joh, maar dat draait helemaal niet lekker. Omdat daar dan, om even een term van Matthijs te gebruiken, zoveel aan gesleuteld is dat die bijvoorbeeld niet meer lekker klinkt. Ja. Nou, het hangt heel erg, ja, dat kom je tegen, maar dat hangt ook heel erg van de opname af. Ook en hoe dat is weggezet. Wat Matthijs ook al zei, je hebt toch bepaalde, nou, moet maar noemen, protocollen. Waar zet je bepaalde beats neer en waar laat je ze elkaar ontmoeten? En als mensen dat niet goed snappen, dan gaat het over elkaar heen komen. Mm-hmm. En dan wordt het eigenlijk één brei. He, muziek is toch een voortbeweging van, dat brengt lucht voort, he, trillingen. Ja. En als je alles over elkaar heen legt, ja, dat kan die speaker ook allemaal niet meer aan. Dus je zal toch bepaalde frequenties moeten gebruiken voor de lage tonen, voor de bassen, en daarboven trompet, nou goed, al dat soort dingen. En als dat niet goed gebeurt, of het is gewoon slechte kwaliteit, ja, dan merk je al dat dat veel minder werkt. Ja. Matthijs, kun je lessen volgen voor DJ worden? Kun je dat leren op een muziekschool? Dat is inderdaad ook steeds meer opkomst, DJ-scholen. En tot op zekere hoogte is het een trucje inderdaad, wat je door kunt krijgen, wat je kunt oefenen. Mm-hmm. En het is ook net als met instrumenten spelen, moet er ook een beetje aanleg voor hebben om dan echt goed erin worden, om de muziek goed aan te voelen. Ja. Maar heb jij les op de een of andere manier? Of nee, ik heb toen zelf twee platenspelers gekocht. Ik ben dan begonnen met LP's ook. Mm-hmm. En ik ben toen zelf gaan oefenen. Niet dat ik zo heel oud ben, maar het was toch ook niet echt nog net geen YouTube tijdperk. Dus het was echt heel veel zelf oefenen. En heel veel dingen, heel vaak ging het fout.
En op een gegeven moment ging het steeds minder fout. En dan ging het een dagje goed en de dag daarna slecht. En net zolang totdat ik het trucje zeg maar door had dat ik het altijd toe kon passen. Ja, ik ben een best een leek in dit gebied. Ik heb bij een LP kan ik me nog voorstellen dat je die die kun je natuurlijk met de hand helemaal goed zetten en een beetje bijdraaien. Maar hoe werkt het bij een CD? Kun je daar ook met je handen aan zitten? Het is eigenlijk is meer een software verhaal geworden. Maar de cd-spelers kun je zo aansturen, net als dat je dat met een LP doet eigenlijk. Mm-hmm. En ook de snelheid aanpassen. Tenminste, zoals die continu loopt, kan je sneller of langzamer zetten. En er zit ook een schijf op, waardoor je hem nog met de hand bij kan sturen, zodat hij echt helemaal precies gelijk loopt. Werk je überhaupt nog met cd's of is het allemaal MP4? Nee, ik werk heel veel met cd's eigenlijk. Want ik ben eigenlijk van LP's redelijk snel overgestapt naar cd's. En ik heb dus ondertussen ook een redelijke cd-collectie waar ik alles precies weet te vinden. Dus voor mij draait met cd's nog wel heel makkelijk. Draai je nog wel eens platen, Rob? Nee, nooit meer. Ook bijna geen cd's meer. Alles is gedigitaliseerd. Ja, en moet je eigenlijk nog wel wat doen? Of zet je gewoon heb je een startknop en over 2 uur zijn we klaar? Nee, nou ja, je moet nog wel. Nou, het is wel heel erg veranderd. Wat Matthijs ook zegt. Jaren geleden moest je nog echt je best doen om platen tegelijk over te laten lopen. Dat het ook in sync bleef. Dus dat het ook allemaal mooi klonk. Dat je niet twee denkt van, oh, nu hoor ik 2 verschillende soorten dingen. Ja. Behalve dat je merkt van, hé, er zit een andere klankkleur in. Of je merkt een melodielijntje van de ander. Maar niet dat het lelijk klinkt. En nu is dat allemaal weg. Omdat je dat elektronisch met een sync button dus exact gelijk kan zetten. Waardoor je dus tijd over hebt om andere dingen te doen. Dus de DJ van vroeger is nu veel meer een producer achter de draaitafels aan het worden. Mm-hmm. Waardoor je dus tijd hebt om met hoogtes te veranderen, met galmpjes erin te werken, met allerlei effecten, om het maar zo te zeggen, terwijl je aan het draaien bent. Waardoor je dus hetzelfde nummer toch anders kan laten klinken. Dus het is wel heel anders geworden draaien. Oké, Jeroen, je vertelde net dat je eerste muziek kwam vanuit jouw zolderkamer en ging via het wereldwijde web. Draai je wel eens shows ook? Ja, zo nu en dan wel. Bijvoorbeeld Flavor Festival dit jaar was ik geweest. Mm-hmm. Maar ik merk dat ik vooral op dit moment echt probeer zoveel mogelijk tijd in het produceren te steken. Dus echt juist het maken van nummers voor op een cd of als mp3. Ja, want ik ben wel benieuwd. Maar misschien kan een van de anderen daar ook op reageren. Wanneer merk je nou dat je van song moet wisselen? Want ik kan me voorstellen dat op feest 1 een ander soort mensen zit dan op feest 2. Wanneer weet je nou of ze een nummer nog wel plezierig vinden? Ja, dat is ervaring. Dat is denk ik het echte DJ zijn ook. Sommige DJ's hebben een vaste set. Ook zelfs grotere. Die hebben echt een redelijk vaste set waar ze mee werken. Mm-hmm. Een bepaalde basis en daar variëren ze in. Maar ik weet ook een Armin van Buren die gaat er ook zeg maar dan in wat de mensen voor hun staan. En daarin past hij zijn set aan. Ja, dat verschilt weer per DJ. Maar je weet natuurlijk wat voor nummers werken. Je weet ook op een gegeven moment welke nummers achter elkaar gewoon goed passen. Omdat dat een bepaalde versnelling of een bepaalde emotie teweeg brengt. Mm-hmm. Dus dat is ook denk ik ervaring zo. Ja, je ziet ook vaak hoe druk het op de dansvloer uiteindelijk is. Dus te meer mensen, des te beter het dan aanslaat. Dat is eigenlijk de meetlat. Wat mij betreft wel, ja. Oké, we gaan luisteren naar muziek. Dat is een samenwerking van Rob samen met Dash, Faith, Hope and Love. Dit staat op de nieuwe CD van The Edge, toch? Ja, klopt. Mooie track en komt uit 1 Korinthe 13. Voor de mensen die weten hoe we tot die track gekomen zijn. Nou, blader hem er even snel bij. Het hoofdstuk over de liefde. Faith, Hope, Love. Faith, hope, love.
Fate, Hope and Love van Dash en DJ Rob van Rossum. Rob is hier te gast samen met DJ Noatja en DJ Flubbel. Oftewel Matthijs, Jeroen en Rob. We hebben twee reacties gekregen en dat is wel een mooie inleiding gelijk voor het volgende blok interview. Dat blok dat gaat namelijk over de vraag: wat maakt muziek christelijk? Ik zal ze even allebei voorlezen. Eentje komt van Jeanette. Bij mij is de radio uitgegaan. Ik vind walgelijke muziek teleurstellend dat dit juist op Groot Nieuws Radio te horen is. Dat dit soort herrie-muziek zorgt ervoor dat ik steeds minder naar Groot Nieuws Radio, in ieder geval naar bepaalde programma's, luister. Ja, dat draaien we natuurlijk ook best wel elke dag. Maar goed, ik snap je reactie, Jeanette. Zij reageert ook. Zegt: bedankt mannen dat jullie durven te staan in dit wereldse gebeuren. Laat je vooral door God zelf opbeuren, wat andere mensen ook zeuren. Hij zelf zal het bevestigen of afkeuren. Dat eerste lied, Jesus Our Hope, gaaf. Super, bedankt dat ik ook deze kant van Gods medaille mag zien. Groeten van Seiya. Nou, hartstikke leuk en tof dat jullie allebei reageren. Nog eentje tot slot. Leander die zegt: is het een idee om na te denken om een dansprogramma op Groot Nieuws Radio te gaan produceren, bijvoorbeeld elke maandagavond? En ook voor de muziekstijl kan Groot Nieuws Radio een podium bieden, want nu stappen veel jongeren over naar seculier omdat christelijke dance hun niet bekend is. Iets voor het komend radioseizoen. Nou, daar zouden we een hele discussie over kunnen voeren. Gaan we niet doen, maar in ieder geval bedankt Leander voor jouw reactie. Want misschien ligt hier wel inderdaad iets waar we het over zouden kunnen hebben. Jeroen, ik ga bij jou beginnen. Jij maakt dancemuziek omdat je graag iets positiefs wil brengen. Wat maakt... Kijk, sommige mensen horen dit en denken: oh jee, dit is de wereld. Dat hebben we zojuist ook gezien. Terwijl tegelijkertijd zeg jij: joh, ik wil iets positiefs brengen. Ik wil er iets christelijks mee doen. Wat maakt dancemuziek voor jou christelijk of niet? Ja, nou, voor mij is het gewoon belangrijk dat er echt inderdaad een positieve boodschap in elke nummers, of in alle nummers zitten. En wat ik probeer te doen is ook, nou ja, vaak letterlijk of in ieder geval indirect een bijbeltekst gewoon te pakken. En natuurlijk wel op een manier hoe het jongeren aanspreekt, dus een beetje pittig, spetterend, energiek. Maar uiteindelijk wel een heel duidelijke, positieve, christelijke boodschap. Ja, dus het zit bij jou in de tekst. En Matthijs, hoe zit dat bij jou? Heb je ook altijd tekst nodig om het christelijk te maken? Nee, niet per se. Ik kijk eigenlijk meer naar wat de muziek met mij doet. Ook omdat er is, zeg maar, dancemuziek van christelijke producers. En maak ik zelf ook zonder tekst. Dus dan heb je al geen tekst die iets met je kan doen. Maar je kan wel, ik kijk dan voor mezelf wat voor gevoel het bij mij oproept. Of het opbouwt of niet. Mm-hmm. En... ja, dat is ook een beetje de meetlat die ik gebruik ook voor ook seculiere danceplaten zonder muziek. Ja, ik zit ondertussen ook wel een poosje in het wereldje, dus ik ken ook wel wat mensen en wat namen. En je weet ook wel een beetje de leefstijl van sommige mensen en ook ander werk. Ja. En aan de hand daarvan is dat voor mij, zeg maar... De lat waar ik het langs leg. Ja, want in hoeverre... er wordt natuurlijk in de discussie... die we straks in tweede uur uitgebreider gaan doen... dat is gesproken over de bron van muziek. Voor jou is het belangrijk om te kijken... of een iemand die iets gemaakt heeft... of die deugt of niet, zeg maar. Dat is een gevaarlijke vraag. Niet zozeer of die deugt... maar wel wat de muziek die hij maakt... wat dat met mij doet... Mm-hmm. En in gevallen dat ik het niet zo goed weet, dan kijk ik naar wat die persoon nog meer gemaakt heeft. Ja. Maar wat moet het doen dan bij jou? Ga je er mee dansen? Ga je er mee springen? Nou ja, ik weet soms, want dance is, tenminste klinkt altijd alsof je erop moet dansen, maar je hebt ook wat rustige muziek, wat gewoon heel fijn is om naar te luisteren in de auto of iets dergelijks, en waar je rustig van wordt. En er is ook muziek bij waar je gewoon niet zo'n lekker gevoel bij krijgt. Nee. Waar je een beetje onrustig van wordt. Of
ik weet niet, wat gewoon wat niet zo prettig binnenkomt, zeg maar. Nee. Rob, hoe werkt het bij jou? Wat maakt muziek christelijk of niet? Nou, ik denk voornamelijk inderdaad, wat het christelijk maakt is de tekst. Althans voor de hoorder natuurlijk, voor degene die het hoort. Dat maakt het verschil. Want als ik een instrumentaal nummer laat horen, dan maakt het niet uit of het dance is, of dat het op het kerkorgel gespeeld wordt, of dat het jazz is. Als het instrumentaal is, dan, en je weet niet wie het heeft gemaakt en niet tot eer van wie, nou dan... Ja, moet het echt de overtuiging zijn van de Heilige Geest, om het maar even in vaktermen te houden, die je dan duidelijk maakt dat dat wel of niet goed zou zijn. Ja. Maar ja, goed, zo duidelijk briefje krijgen we ook niet allemaal. Dus het makkelijkste onderscheidende is de tekst. Nou, hoeft dat niet voor mij de hele tijd, want een christelijke bakker bakt ook niet alleen maar broodjes voor de christelijke klant. Mm-hmm. Dus het hoeft niet van mij. Maar zeker op het album Die Edge wil ik dat wel heel duidelijk hebben, die teksten. Want ik wil wel echt onderscheidend zijn. Want als ik alleen maar instrumentaal neer zou zetten, dan werkt dat niet. En ik ben wat dat betreft met Jeroen eens. En daar, je draaide net die track Faith, Hope, Love. Ik geloof, Gods woord is, is het levende woord. Dus ik wil, dat doet zijn eigen werk. Dat hoef ik niet te doen. Dat heeft God beloofd dat hij dat zelf doet. Dus het enige wat ik doe is af en toe zijn tekst letterlijk erin zetten. Dus Faith, Hope, Love. Het zijn de drie dingen die overblijft. Ik zei het eerste Korinthebrief. Daar wilde ik die track van maken. Mm-hmm. En de leuke speling die erin zit, is dat er dan toch het kerkorgel wel in zit. Omdat het wel ook een heel mooi, krachtig instrument kan zijn. Alleen dan nu toegepast op een manier die anno 2013 kan. Ja, Jeroen, merk jij dat het publiek dat jouw muziek luistert, dat die dat waardeert, dat jij dit op deze manier doet? Ja, zeer zeker. Ik merk toch met optredens, maar ook reacties die ik krijg via internet of op andere manieren, dat mensen hoe dan ook iets ervan meekrijgen. De tekst, hè, dat ze toch, al worden ze maar even aan het denken gezet. En inderdaad zitten daar ook reacties bij die heel positief zijn, met mensen die emotioneel worden, huilen uit geluk. Omdat ze echt iets van God ervaren, iets van die liefde van God kunnen ervaren door dan die muziek. Ja. Matthijs, toch nog voordat we naar het nieuws en de reclame gaan, nog even een vraag voor jou. Jij zegt, soms moet ik even voelen wat een lied met mij doet. In hoeverre is dat... Rob noemde net de term, soms moet de Heilige Geest ons overtuigen van iets goed, wat goed is of niet. In hoeverre is jouw gevoel daarin... Een goede maatlat, een meetlat. Want we hadden net een mevrouw die de radio uitzet omdat zij er geen goed gevoel bij had. Andere mensen worden hier weer wel blij van. Hoe werkt dat bij jou, laat ik het zo zeggen? Het is inderdaad, want we hadden ook wat verschil tussen instrumentaal en nummers met tekst. Nummers met tekst is het iets minder een gevoelskwestie, want dan kan je, je kan die teksten opzoeken, eens goed luisteren en erover nadenken. Mm-hmm. En met instrumentale kwestie. In hoeverre is als je naar je kan inderdaad wachten op een briefje van de Heilige Geest. En soms is het inderdaad wel echt heel duidelijk dat je echt geraakt wordt door muziek. Mm-hmm. En ik denk dat het ook deels is wat je zelf leuk vindt. Want ik heb ook christelijke muziek waar ik een beetje onrustig van word. Gewoon omdat het... Ja, niet bij mijn interesses ligt, dat ik dat niet leuk vind. En ik denk dat het in die zin ook... Dus dat het niet alleen wat zegt over het christelijke aspect, maar ook over je voorkeur, wat je leuk vindt. Okay. En ik denk als je dan naar jezelf kijkt, dan weet je zelf of het je... Ja, waar het je brengt, of naartoe brengt. Oké. Okay. Vanmiddag hebben we een uitzending over dancemuziek. En we merken ook in de mailbox dat daar discussie over is. En het is goed om die discussie met elkaar te voeren. De gasten vanmiddag zijn DJ Rob van Rossum, DJ Noatje en DJ Flubbel. In het dagelijks leven bekend als Rob, Matthijs en Jeroen. En zij helpen ons ook het komende uur langs alle stereotype vooroordelen die er bestaan. Want sommige zijn waar en sommige zijn daar is wellicht een kanttekening te maken. Maar we gaan even naar de mailbox. Het is een discussie die we ook met jullie als luisteraar voeren. En ik pak hier de eerste, die is van Dennis. Als vader van 5 kinderen van 3 tot en met 19 jaar ben ik erg blij met christelijke dance in house. Wanneer we naar bijvoorbeeld een cartooned dag gaan horen, alleen maar muziek van de duivel. En nu kunnen we ons ook, ook laten horen met onze Jezus muziekstijl. Ga zo door. We willen jullie graag draaien. Dan een reactie van Jan. Jan zegt over deze middag, het kan niet onbijbelser dan nu. Er wordt God onerend over zijn woord gedaan.
Als we Gods woord tegen dit daglicht van deze muziek laten schijnen, is het niet passend wat wij vinden, maar wat God vindt. En dat is niet op deze wijze met zijn heilig woord. En er wordt oneerbiedig tegenover hem gedaan. Ik twijfel nog of ik vriend van Radio Israël blijf. Chris schrijft het volgende. Hij heeft een hele lange mail, maar de kern is ongeveer, ik benadruk in mijn eigen sets, hij is zelf ook DJ, ik benadruk in mijn sets dat ik voor 99,9% materiaal van christenen gebruik, want ik ben ervan overtuigd dat als je christen wel je best moet doen om de juiste geest uit te ademen. En daar is inmiddels veel materiaal voor. Dan tot slot een reactie van Esther. Hoi Hans, ik was blij verrast toen ik vanmiddag om 2:30 de radio aandeed. Vorige week vroeg mijn zoon van 12 of er ook christelijke dancemuziek is. Ja dus. Ik denk dat er vooral bij de jeugd vragen er is. Misschien kunnen jullie hier wat zendtijd voor vrijmaken. Ik snap die reacties van de andere luisteraars ook wel een beetje. Maar mijn zoon van 12 gaat s'avonds echt niet naar Wens luisteren. Dat is toch juist fijn dat er verschillende soorten muziek zijn. Groeten van een blije moeder. Nou, totaal verschillende soorten reacties lezen we hier. En nou, die blijven van harte welkom via grootnieuwsradio.nl/backstage. De insteek van deze uitzending, en net als die van morgen over hiphop, was om die discussie met elkaar te voeren. En als ik, jongens, als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik, al deze geluiden zijn ongetwijfeld niet nieuw voor jullie. Nee. Heel herkenbaar. Ja, nou, Rob, ja. Nou, laten we even bij die die eerste reactie of die tweede reactie bijpakken. Van hey, er wordt hier God onerend met de Bijbel omgegaan. Je kunt niet zomaar de Bijbel in muziek verwerken. Nou, ongetwijfeld heb je daarover nagedacht. Wat zou je tegen zo iemand zeggen? Nou ja, het is natuurlijk lastig, want je kan je gevoel laten spreken en dus meteen er tegen ingaan. Mm-hmm. Want nou ja, laat ik dat er eerst eens doen. Wie zegt dat dan dat hij het wel bij het rechte eind heeft? Als ik het even heel kort door de bocht zet. Is hij dan God, dat hij dat bepaalt? Aan de andere kant denk ik dat in de Bijbel staat, in de psalmen staat geschreven, dat we gewoon tot eer van God moeten zingen en musiceren. En de grap daarin is dat instrumenten die daarin staan, verwerkt zitten in onze muziek, maar dat ik daar niet bijvoorbeeld het kerkorgel in zie staan van gij zult het kerkorgel bespelen. Mm-hmm. Om maar even daar het balletje terug te gooien. Is aan de ene kant een beetje kinderachtig, maar het is natuurlijk wel de discussie die ik al een hele tijd voer. En ook een van de eerste redenen was niet waarom ik in deze muziek stroom, want ik hield gewoon van deze muzieksoort. Maar wel dat ik hierin bezig was, dat ik merkte, jongen, wat is daar een tegenstand? En als je dan de hele geschiedenis doorkijkt, dan zie je ook dat het kerkorgel, ik heb niets tegen het kerkorgel, sterker nog in de track van mij hoor je dat kerkorgel erin zitten, maar dat die discussie bij iedere muziekstroming is geweest. De muziekstroming die we nu omarmd hebben, de Hillsong van deze tijd, nou, dat weet ik van Jan van der Bos persoonlijk, die was daar toen destijds een voorstander van, is exact dezelfde discussie gevoerd. Dus ik denk als we over 10 jaar kijken, dan zal er een nieuwe muziekstroming zijn waar dan de discussie over gaat. En dan is dance gewoon algemeen geaccepteerd, omdat we weer een generatie verder zijn die dit wel leuke muziek vindt, alleen ook tot eer van God wil gebruiken. En dat is denk ik de hele discussie waar we in komen. Dus die meneer, ik snap het, en dan mag als hij van andere muzieksoort houdt, prima. Maar dat hij dan de norm gaat bepalen van wat dan God onterend is, daar zou ik best een hele discussie met hem over willen voeren. Ja. Gewoon echt op basis niet van emotie, maar gewoon van oké, hoe zie jij dat dan in de Bijbel? Waar staat dat dan? Ja. En hoe zie je dat? Jeroen, ik kijk even naar jou. Jij riep in het vorige uur, ik gebruik bij voorkeur bijbelteksten in mijn muziek. Ik kan me voorstellen dat jij daar ook heel duidelijk over na hebt gedacht de afgelopen jaren. En dat je daar dit geluid ook niet nieuw voor je is. Nee, dat klopt. Ik probeer juist een bijbeltekst te pakken, want ik denk dat Gods woord zo mooi en zo duidelijk kan zijn en zulke goede boodschappen kan geven. Ja, en als dan mensen zeggen dat het niet bijbels is, dan vind ik dat toch een beetje tegenstrijdig. Ik bedoel, het zijn letterlijk bijbelteksten die ik dan gebruik. Dus dat is per definitie dan ook ergens bijbels. Ja, ja, ja. Oké, laten we even gewoon eens even, omdat het kan. Ik heb de indruk dat we hier nog wel meer over gaan horen in de komende uur. Even een andere stereotype beeld bijpakken. Matthijs, houseparties staan strak van de drugs, alcohol en seks. Zomaar even... goede stelling. Nee. Even uit de lucht, zomaar een stereotype beeld dat bestaat over houseparties. En waarvan ik denk dat dat gedeelte de onderbuikgevoel bepaalt ook. Het is inderdaad gedeeld natuurlijk stereotyp, maar er zit ook wel ergens een kern van waarheid in. Het komt niet helemaal nergens vandaan. Mm-hmm. Ik ga zelf ook wel eens naar, ik zit meer in de trendsfeesten, ga ik wel eens naartoe, ook niet wekelijks.
Ja, en je ziet dat inderdaad. Maar ja, als je het dan gaat vergelijken ja, op welke schaal je het daar ziet en nou ja, met wat je niet ziet buiten die feestzaal, denk ik dat het gemiddelde nou niet heel veel hoger ligt als wat er om je heen gebeurt. Alleen ja, het heeft inderdaad op een gegeven moment wel die naam gekregen. En ja, het gebeurt inderdaad. Maar ja, aan de andere kant is er ook wel een verschil tussen grote evenementen waar ja, gewoon 10, 15.000 mensen komen en waar bijna geen problemen zijn. Of een gemiddeld stapavondje in Rotterdam waar je ja, niet tot sluitingstijd moet blijven wachten omdat het anders knok is aan het eind. Ja. Zit er ook ja, in het uitgaan wel een heel verschil. En ook wel in het, ja, de manier waarop mensen uitgaan. Dat, ja, ik weet zeg maar van veel trendsfeesten gaan mensen naartoe die al zijn aangehaakt toen Chesto helemaal groot werd. Ja. En nu ondertussen wat ouder zijn, avondje uitgaan, dat niet meer trekken. En dan inderdaad ja, wel eens wat gebruiken. Hmm. Ja. Dus in die zin zit er zeker wel een kern van waarheid in. Maar je kan dat niet op alles... Ik wil even die term die je gebruikt, trendsfeest, benoemen. Want... laten we zeggen, een jaartje of 20 geleden was de indruk dat bij houseparties dat als je een transfeest had of een transfeest, dat de bedoeling was dat je ook inderdaad los kwam van jezelf, dat je je geest losliet en dat, om even een tweede stereotype erbij te pakken, Satan op die manier een grip op je, op je gevoel en op je gedachten kon krijgen. Maar trance is vooral een naam van een muziekstijl. Ja, ja, het is... Ja, eigenlijk is alles een beetje begonnen als house. En nu wordt nog heel het hele dance gebeuren wordt eigenlijk heel vaak house genoemd. Maar ja, dat house kan je ook weer onderscheiden in heel veel verschillende stijlen. Ja, maar goed, laten we dan toch dat tweede stereotype beeld er maar even bij pakken. Via house muziek krijgt Satan grip op je gedachten. Is dat iets wat je wel eens hebt gezien of gehoord? Dat bij house muziek heel goed werkt? Dan niet op je eigen feesten, dat even benadrukt. Maar is dat iets, zeker in combinatie met drugs en alcohol, Rob? Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk niet exclusief voor house. Dat heb je in de jaren 60 gehad met psychedelische rock en alle andere dingen als je het door het hele tijdvak gebruikt. Maar dat komt door de kracht van muziek. Dat is ook de reden waarom wij muziek in de kerk gebruiken, tot eer van God. Omdat daar kracht van uitgaat. Dus dat gaat altijd twee kanten op. Dat is niet exclusief voor house. Maar natuurlijk wordt dat daar ook voor gebruikt. Dus dat zou ik zeker niet... Ik ken daar ook voorbeelden van en daar waarschuw ik ook voor. Mm-hmm. Maar daarmee moet je weer niet alles op één hoop gaan gooien. Maar dat is wel degelijk dat kan gebeuren, ja. Maar dat kan, wat ik zeg, met iedere muzieksoort, als je, zeker in combinatie met drugs, wat natuurlijk sowieso ja, je gemoedstoestand verandert. Oké. Okay. Er zijn weer wat reacties. Ik ga ze er gewoon bij pakken. Want het is belangrijk dat jullie thuis ook meedenken over dit onderwerp. Ik heb hier een reactie van Mariska. Ik wil even reageren op dancemuziek. Ik ben er geen fan van. Ik hou niet van die stijl, maar ik hou ook niet van orgelmuziek. Het is wel goed om een breed podium te geven aan meerdere stijlen, omdat je zo andere doelgroepen met God en zijn liefde kan verbinden. Ik geniet van Hillsong en Vineyard. En soms denk ik, waar zou God het liefst naar luisteren? En ik denk dat het hart is, dat hij graag luistert naar het hart dat hem aanbidt. Een duidelijke reactie van Mariska. Heb ik hier nog een reactie van Ellen. Ellen zegt... ik heb je nog even laden. Ja, hier is hij weer. Chill dit onderwerp. Ik ben jaren fan van trancemuziek geweest. Ik heb wel wat christelijke trancemuziek gevonden, maar nu heb ik weer wat nieuwe namen. Heerlijk om naar deze muziek te kunnen luisteren, want de reden waarom muziek wordt gemaakt vind ik erg belangrijk. Een reactie van... Matthäus is zelf ook een DJ en hij zegt, ik ben er erg blij mee dat er christelijke muziek is. Ik heb zelf als DJ mogen draaien op het Flevo Festival. En zoals ik al zei, ik ben erg blij dat er christelijke trance is. Heren, ga zo door. Nou, tot slot nog een reactie van... die hadden we gehad. Deze dan van Almar. Gelukkig hoef ik niet naar dancemuziek te luisteren, maar ik ben er blij om dat iedereen op zijn of haar manier voor Gods eer muziek kan maken. Wat er een van de gasten al zei. De discussie over dit soort muziek bestaat al eeuwen. Jeroen, ik ga even naar jou. Want terwijl dit nummer van jou draaide, had jij nog een aanvulling op waar we het zojuist over hadden. En dat is eigenlijk een stereotyp beeld waar ik toch nog even over heen wilde. En dat was, feestgangers hebben zichzelf niet in de hand. Dat is het beeld dat ik krijg uit de media. Vooral in de jaren 90 overigens. De laatste tijd is dat ietsje beter. Maar dat is eigenlijk hetzelfde wat jij zei. Ja, nou, ik denk dat iedereen eigen verantwoordelijkheid heeft. Dus het begint al met
hoeveel bier drink je? Qua drugs, nou goed, ik ben daar vrij helder in. Ik zeg nee tegen drugs. Mm-hmm. Maar goed, ook daar heb je er wel die verantwoordelijkheid dan in om inderdaad nee te zeggen. Ja, en dan op zo'n avond of op wat voor feest dan ook. Er kunnen best situaties zijn waarbij ik denk dat je best wel je grens kan trekken. Ik heb wel eens gehad dat er een nummer ineens kwam. Gewoon in een discotheek waar de duivel werd genoemd. Nou, dan haak ik af en dan stop ik met dansen. En nee, gewoon is het maar uit principe om ook een boodschap af te geven. Mm-hmm. En nou ja, desnoods doe je een gebed. Ja, ja. Zou je dat live ook doen? Ja, kijk, sowieso als ik zelf optreed, dan kies ik natuurlijk de platen uit die mm-hmm. absoluut niks negatiefs of duivels hebben. Ja. Maar ik heb nog steeds wel de hoop om een keer met het draaien om inderdaad iets van een gebed of een boodschap te geven. Maar ook in al mijn nummers probeer ik dat wel toe te voegen. Hè. Zoals het nummer wat je net hoorde, is dan heel duidelijk de boodschap van niks kan je scheiden tussen de liefde en God en jou. Dus wat er ook gebeurt, wat je ook gedaan hebt of wat je ook tegenkomt, uiteindelijk houdt God van jou zoals je bent. En nou ja, ik denk ook in onze muziek, hè, als jij van die muziekstijl houdt. En ik denk, wij drieën hier maken het echt vanuit ons hart voor hem. En ik denk dat niks uiteindelijk tussen ons en God kan komen te staan, dankzij Jezus. Nee. Matthijs, op wat voor soort gelegenheden draai jij? Is dat alleen in christelijke jeugdclubs of ook op andere plekken? Nou, allebei. Ik... Tenminste, toen ik echt met het plaatjes draaien begon, toen ik 15 was, is het van de slaapkamer naar schoolfeestjes gegaan. Mm-hmm. Later is ook meer echt het muziek produceren erbij gekomen. Dus toen ben ik ook wel wat langzaam richting de trendshoek geschoven, zeg maar. En dat doe ik inderdaad bij christelijke jeugdgroepen. Maar ik heb ook wel op seculiere feesten gedraaid. Oké, okay. En merk je dat je daar als anders gezien wordt? Het lijkt... Hoe moet je dat zeggen? Mensen luisteren vooral naar je muziek. Of je muziek goed is. Mm-hmm. In eerste instantie. Ja. En als daarna blijkt dat je zelf christen bent, dan reageren mensen niet anders in de zin van vervelend. Maar dat is wel iets wat ze niet verwachten. Dus je hebt altijd een leuk gesprek dan. Ja. Nou, stel dat nummer dat van jou in het vorige uur hoorde. Daar zat zo'n dominee doorheen. Ja. Zou je dat draaien in een seculiere tent? Ja hoor. Ja. Ja. En zou daar dan reactie op komen? Dat is een goede vraag. Ja. Ik denk als ik echt een hele set draai met meerdere van dat soort dingen wel. Mm-hmm. En ik denk dat als je het echt bij één nummer laat, dat het dan dat mensen daar overheen luisteren, zeg maar. Ja. Een kritische vraag van Anja. Een van jullie heeft zojuist de term gebruikt dat er een brug moet zijn tussen christenen en seculieren. De vraag is eigenlijk, is er wel iemand over de brug gekomen? Iemand die tot geloof is gekomen via dancemuziek? Nou ja, ik hoorde gisteren las ik nog op Facebook een berichtje van onze collega DJ Matthew J. Bentley. Ja, die is in Amerika heel actief, waar overigens de christelijke dance scene veel groter is. En die zegt echt dat per optreden hij tientallen, soms bijna 100 jongeren zich echt aan God geven en aan Jezus geven. Dus ik denk wel degelijk dat het een heel krachtig instrument is wat gebruikt kan worden om een brug te slaan. Ja. Heb jij dat wel eens gezien, Rob? Ja, ik heb wel eens reacties gekregen, ja. Ja, nou niet dat ze meteen hun hart daaraan gaven op dat moment. Maar wel ontzettend blij waar dat die muziek er is. Zich ook missen. Kijk, net als ik kom niet, ben niet christelijk opgevoed. Ben tot geloof gekomen uit de wereld, zeg maar. Een vakjargon. En die miste gewoon echt een bepaalde muzieksoort waar zij zich prettig bij voelden. En mm-hmm. tegelijkertijd God mee konden eren. En daar heb ik echt heel veel positieve reacties op gekregen. Mensen zeiden, joh, en wat heerlijk. En ik zet het in mijn auto op. En ja, dus ik kreeg wel heel veel positieve reacties. Niet dat ze meteen hun hart gaven of zo, dat niet. Mm-hmm. Maar wel dat ze zeiden van, joh, nou wat fijn dat ik naar christelijke muziek mag luisteren op een muzieksoort die ik leuk vind. Ja, oké. Okay. We gaan straks verder met name over de vraag, hoe zien jullie de toekomst van deze muziekstijl? Wat kunnen we ook
ik heb zelf een klein beetje de indruk, maar dat is even het gevoel dat ik heb, dat christelijke dance in Nederland nog erg in de kinderschoenen staat. Dat er nog allerlei groei gaat komen. Zonder daar even een waardeoordeel aan, aan te hangen. Maar Rob, zou jij het volgende lied The Pressure kunnen toelichten? Daar zit een verhaal aan. Ja. Maar wat is het verhaal? Nou ja, het is wel een heel bijzonder verhaal. Want toen was ik nog geen christen toen dit nummer. Dit is een nummer, althans de vocalen alleen, zijn uit een nummer uit de jaren 90. Dat heette The Pressure. En het gaat over de druk van deze wereld. Om de rekeningen te betalen. En het is van The Sounds of Blackness. Een zwart Amerikaans gospelkoor. Wat enorm populair was in Amerika. In de jaren 90. Ja. Echt geschreven door Jimmy Jam en Terry Lewis, die echt met Michael Jackson en Mariah Carey en alle grote artiesten hebben gewerkt. Maar ik heb dit nummer leren kennen in The It. Dat was toen een discotheek Sodom en Gomorra tegelijk, om dat maar even zo te noemen. Mm-hmm. En ik was nog geen christen, maar het bijzondere was dat ik dit nummer toen ook al heel mooi vond. En dat iedereen uit zijn dak ging op dit nummer, terwijl dit een 100% christelijk nummer is. En wat ik daarmee later realiseerde, iedereen is op zoek naar vrijheid. Iedereen is op zoek naar acceptatie. Naar al die dingen. En als je dat niet in God vindt, dan zoek je het in andere dingen. Maar het mooie was dat dit nummer daar gedraaid. Ik zal het nooit vergeten. Was al aan het einde van de avond. Iedereen bleef dansen. En iedereen ging uit zijn bol. Om het maar even zo te zeggen. Toen christen geworden was, bleek het gewoon echt een gospel te zijn. Mm. En toen heb ik de rechten gekregen. Het is nooit een remix van uitgebracht, vanaf de jaren 90 niet tot nu. En ik kreeg van Jimmy Jam en Terry Lewis de rechten om het te, om de vocalen te mogen gebruiken, wat ik zeer bijzonder was, vond. En Maxim heeft daar dan de beats bij verzonnen. Maar het is voor mij een statement van iedereen heeft vrijheid nodig. Iedereen zoekt daar ook naar. Alleen mogen wij ze dan naar God toewijzen, die echt de gever van vrijheid is. En daar gaat dit nummer eigenlijk over. Het lied heet The Pressure. Is natuurlijk oorspronkelijk in ieder geval de zang van Sounds of Blackness. Het is een remake gemaakt van Maxim. En Maxim reageert ook per mail als een reactie op een van de tegenstanders, om ze toch maar even zo te noemen. Jezus ging om met hoeren, tollenaars en andere mensen uit de wereld. Met mensen die God en Jezus zo enorm nodig hadden. Wat deze jongens en ik zelf doen, is juist die mensen opzoeken en in die wereld infiltreren. Hierdoor kun je een werktuig zijn voor God in de weg wijzen aan mensen die zo ontzettend op zoek zijn naar liefde. Nu denken ze dat ze dat kunnen vinden in alcohol en drugs en seks, maar ware liefde kun je volgens mij op deze manier aangereikt krijgen. Ik denk persoonlijk dat wij deze mensen mogen bereiken zoals Paulus dat deed door te spreken over de onbekende God. Ik wil jullie bij deze een hart onder de riem steken, Gods zegen toewensen in jullie missie. Nog een aantal extra reacties. Leni, ik kom zojuist uit de vergadering over pastoraat. Ik luister naar je programma en als ik het goed heb, gaat het over dancemuziek. Ik kan me voorstellen dat die meneer overweegt te stoppen met vriend zijn vergrotingsradio omdat hij de muziek niet gepast vindt. Maar er zijn evenwel zoveel mooie programma's waar we met z'n allen zorg voor willen dragen om de zender te behouden. Dat ik een beroep aan deze meneer wil doen om dat te blijven doen. Zo kunnen mensen veel bemoediging en zegen krijgen bij deze unieke christelijke zender. Nou, blijkbaar heeft dat zinnetje wel mensen dat geraakt, want ook Plunieke begint daarover. Je kunt het met dancemuziek eens zijn of niet. Het kan je muziek zijn of niet. De mijne is het niet zo. En toch denk ik dat het gaaf is om
Uw genade is mij genoeg mee te zingen in een heel andere versie. Volgens mij is het handigste doel om de discussie eromheen en om dan gelijk je lidmaatschap op te zeggen. Ik krijg ook wel eens kromme tekenen van wens. We moeten ook geen wensbesje, maar goed, dat is inderdaad het programma hier bij Gronings Radio met heel veel koormuziek. En zo heeft iedereen zijn eigen favoriete muziek. Hier hebben we nog een reactie van Christine. Goed bezig, heren. Ik ben een liefhebber van verschillende stijlen muziek. Van jazz en rock tot Alien Records. Ik luister zelfs met plezier naar wens tijdens het koken. Wat ik zo goed vind aan het ontwikkelen van jullie muziek is dat het op een manier het een manier is om gebied te veroveren op de vijand. Why should the devil have all the good music? Zong Larry Norman. Muziek die bedacht is door God en onze maker. En daarom denk ik dat we dit gebied van harte ons mogen toe-eigenen. Binnen alle diversiteit mogen we God alle eer geven. Heel veel succes met het maken en verder ontwikkelen van jullie muziek. Nou, zomaar wat reacties uit het land weer. En die blijven welkom natuurlijk via grootnieuwsradio.nl/backstage. Slotzin van Christine. Succes met het verder ontwikkelen van jullie muziek. Dat brengt ons toch wel een beetje op onze slotvraag van vandaag. Waar gaat dit heen? Matthijs, ik kijk naar jou. Want jij bent betrokken bij Above All. Ook het nummer dat we zo nog even van je gaan horen. Maar Above All is volgens mij het label waar jij bij betrokken bent, toch? Ja, dat klopt. Wat is het en wat gaan jullie doen de komende jaren? Het is een plaatlabel. We brengen dus voornamelijk trance en house muziek uit. Wat gaan we daarmee doen? We gaan er heel veel mee doen. Mm-hmm. Het is inderdaad het is een project wat ongeveer 3 jaar geleden begonnen is. En wat nu ondertussen zover is gegroeid dat ook DJ's als Armin van Buren de muziek draaien. En het idee daarvan is om goede muziek te blijven maken en te verspreiden. En ook op die manier alle producers en DJ's die via ons label muziek uitbrengen te ondersteunen en daarin te helpen. Ja, wat zijn de concrete plannen voor de komende maanden? Nou, we zijn eigenlijk de afgelopen 3 jaar vooral bezig geweest, zeg maar, met de kwaliteit van de muziek. En ook het aantal platen wat we uitbrengen. Ondertussen zijn we daar zover mee dat we vinden dat goed staat, zeg maar. Mm-hmm. En nu is het de uitdaging om te kijken dat ook steeds meer mensen de muziek aan gaan schaffen in plaats van een hoop illegale downloads. En dat we ook weer onze artiesten weer een beetje kunnen ondersteunen. Ja. Jeroen, wat is jouw verlangen voor de komende tijd? Ja, ik heb sowieso 2 maanden geleden dan mijn tweede album uitgegeven. En wat ik echt wel hoop is dat gewoon veel mensen gaat bereiken. Niet eens zozeer christelijk, maar ook natuurlijk juist de niet-christelijke jongeren. Dat ze er op een of andere manier iets ervan te horen krijgen. Ja, uiteindelijk hoop ik dus dat ik daarmee ook dan de boodschap, dus het evangelie, kan gaan verspreiden. Ja, oké. En deze CD, hoe zijn de reacties daar tot nu toe op? Tot nu toe heel erg leuk. Ik merk dat mijn tweede album is wat toegankelijker. Dus ook wat voor mensen die niet iets met die house hebben, toch nog wel luisterbaar, om het zo te noemen. Mm-hmm. Ik merk dat het zo langzaam de eerste reacties komen, dat het wel heel positief is, heel erg leuk is om te horen. En ja, uiteindelijk ben ik ook echt wel heel trots op wat het uiteindelijk geworden is. Ja. Rob, jij hebt net een nieuwe CD uitgebracht, The Edge. Je zei zelf over jezelf. Ik ben meer een plaatjesdraaier en ik weet wat werkt voor publiek. Dus jij hebt allerlei muziek verzameld op een CD gezet. Mm-hmm. Blijf je daarmee doorgaan? Ja, voorlopig wel. Ja, en het is alleen maar groeien. Het is net wat je zegt, we staan nog maar in de kinderschoenen. En ik vind het wel leuk dat nu een keer dat we redelijk, we zijn wel 10 jaar achter, maar dat we nu redelijk ook met christelijke zien meegaan. Zeker in Amerika kunnen we daar nog meegaan, want daar begint de hele dance überhaupt pas. Mm-hmm. Dus daarin kunnen we zeker nog vooraan staan. Ja. In plaats van dat we overal achteraan hobbelen. Maar ik voorzie gewoon in de toekomst dat we gewoon kerkdiensten hebben waar een DJ de aanbidding leidt. En dat klinkt misschien heel
heel erg gek. Maar ik doe exact hetzelfde als wat de aanbiddingsleider met zijn gitaar en met zijn stem doet. Mm-hmm. En de techniek vandaag de dag is zo eenvoudig dat ik ook refreinen kan herhalen, coupletjes kan herhalen, naadloos. Dus zonder dat je dat merkt. Dus ik durf de uitdaging aan te gaan dat ik net als iedere aanbiddingsleider, want dat doet een DJ ook, je neemt mensen ergens mee naartoe. Hè? Ja. Je beïnvloedt de mensen. Nou, dat doet een aanbiddingsleider in de kerk ook. En dan maakt het niet uit of die op het orgel speelt of je wil mensen ergens mee naartoe nemen. Dus ik voorzie gewoon dat we straks kerken hebben met jonge mensen waar dan in plaats van een band op het podium staat of het orgel of iets van die soort, dat daar gewoon een DJ staat die ook de mensen vanuit de werkweek meeneemt naar de nabijheid van God. Dus wat dat betreft verrast het jou niet dat de nieuwe jongeren cd's van Hillsong, mm-hmm, dat die volstaan met elektronica? Nee, dat verbaast ik heb het natuurlijk al gehoord. Dus dat is gewoon, ja. Het is de tijd. Het is gewoon de tijd voor nieuwe muziek. Het is een nieuwe generatie. En mijn vraag aan al die mensen die er negatief op reageren is: prima dat jij jouw muziek hebt. Dat waardeer ik, dat respecteer ik. Maar wat met de generatie die er nu aankomt? Mm. Ontzeg je die wat zij leuk vinden? Dat is mijn vraag aan die mensen. Oké. Voordat we afsluiten nog drie reacties. Die komen op de valreep binnen via grootnieuwsradio.nl/backstage. Marten zegt: wat geweldig deze muziek. We genieten ervan. Wat jammer dat wij christenen in de muziek niet kunnen voorlopen op de wereldse muziek. Die discussie zou ik ook nog wel een keer willen voeren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar de muziek is van God en hij verdient het om daarin geëerd te worden. En ieder op zijn eigen manier. En wat mij betreft is een DJ in de kerk welkom. Laten we er een feest van en voor God van maken. Rianne, ik vind het tof dat ik met mijn kinderen, ouders en zelfs oma's naar Grootnieuws Radio kan luisteren. Natuurlijk hebben we allemaal wel zo onze eigen muziekvoorkeuren. Ik vind het geweldig dat Grootnieuws Radio juist zo tegemoet komt en al die verschillende voorkeuren. Ga zo door. Hier nog even een verkapte vraag. Het is eigenlijk niet, ja, het is meer een opmerking, maar gelijk een vraag van Gert-Jan. Dancemuziek is niet helemaal mijn stijl. Maar ik heb bewondering voor de DJ's. We moeten meer mensen hebben die aan de frontlinie gaan staan en de duivel op zijn eigen terrein aanvallen. Hij was immers de engel van de muziek. Blijf zo doorgaan. En toen dacht ik, voelen jullie dat ook zo? Vinden jullie dat zo? Of denken wij namens jullie zo over het frontlinieschap en de house muziek als grote boze buitenwereld? Nee, ik kan natuurlijk alleen persoonlijk over mij spreken. Ik weet het niet. Maar ik voel me wel aan de frontlinie staan. Zonder dat ik me nou met een rugnummer om een soort strijder ervaar. Maar ik voel me echt wel. Ik heb een evangeliserend hart. Mm-hmm. En ik denk aan jonge mensen. En jonge mensen houden van deze muzieksoort. En er komt na mij weer een generatie waarin ik dan oud ben. En dat zegt van dat hoeft van mij niet meer. Maar voor deze muziekstroming maak ik mij sterk om jonge mensen te bereiken met het evangelie. Ik voel me daar absoluut een dat is ook de reden waarom ik die Edge gestart ben. Omdat ik jonge mensen wil verzamelen, jonge producers bij elkaar wil brengen. Zodat we talent kunnen bundelen, zodat de kwaliteit kan stijgen en uiteindelijk ons doel het evangelie verspreiden. Jeroen, herken je dat? Voel jij een soort zendeling? Nou, met name met de hardcore. Ik ga nog steeds wel eens naar dat soort feesten. En dan merk ik wel dat juist daar zoveel duisternis soms echt wel te zien is. Maar waarom ga je daarheen? Ga je daar voor je plezier in of om te kijken hoe het werkt? Zowel voor mijn plezier. Ik waardeer de muziek. Maar met name toch ook met een t-shirt aan, het Christian hardcore. En met flyers mee. En mensen echt daar persoonlijk aanspreken. Maar dan niet zozeer op een negatieve manier, maar juist op een positieve manier van: goh, er is ook christelijke hardcore. En uiteindelijk hoop ik te zeggen: God houdt van jou. En, ja. Ja. En tot slot, Matthijs, ben jij een soort van zendeling? Ja, het voelt inderdaad wel net wat je zegt, alsof we aan de frontlinie staan. We zijn heel lang geleden een beetje begonnen met een heel klein clubje van mensen die ik ook kende. En heel langzaamaan breidt dat clubje ook uit. En in plaats van dat we alleen fan waren van elkaars muziek, breidt ook dat clubje langzaam bij beetje uit. Ja. En het is gewoon ontzettend leuk om met die dancemuziek zowel christenen als niet-christenen te bereiken. En dat ook echt te gebruiken als opening voor gesprekken. Oké. Jongens, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Jullie openheid over dit thema. Ik denk dat de discussie nog lang niet gevoerd is. En dat we die vooral ook moeten blijven voeren. Maar dankjewel dat jullie een kijkje in jullie hart hebben gegeven. Jeroen, Matthijs en Rob. We gaan nog een klein stukje horen van het lied A Ball of All, de melodie ken je al. Dit is Matthijs, maar dan als Noatje.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Backstage op deze maandagmiddag. Te gast waren DJ Noacha, DJ Flubbel en Rob van Rossum. Ja, dancemuziek is er in vele stijlen en er is ook allerlei christelijke muziek beschikbaar. De discussie die moeten we vooral blijven voeren. Dat is ook wat ik hierbij betoog. Groot Nieuws Radio zal er waarschijnlijk in de nabije toekomst niet heel erg veel mee doorgaan. Zo eerlijk moeten we zijn. Het is denk ik voor een iets jongere doelgroep. Maar ik wil toch twee reacties nog even meepakken. Muziek doet me aan een beetje aan mijn verleden denken. Je gaat vaak uit je dak en je hoort voor de helft geen teksten. Ook staat er in de Bijbel: wees niet wereldgelijkvormig. Dus ik weet niet zeker of het wel een evangelisatiemiddel is, schrijft Janice. Maar God gebruikt middelen en mensen die hij wil. Dus wij mogen daar niet over oordelen. Dan tot slot een reactie van A. van Damme. Ik ben een oma van 5 kleinkinderen. God eren kan op heel veel verschillende manieren. Ga zo door. Goed van jullie. Vandaag sluiten we af met Inside Out in Oh How Wondrous. Tot later. Dag. Ah, yeah. Now let's make it a part of your worship. To tell him how good he is.